U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vanochtend werden we wakker met berijpte velden, prachtige plaatjes leverden het op. En niet alleen vlak bij de grond vroor het, ook op 1,5 meter tot plaatselijk -4. En die waarde werd gehaald in Woensdrecht. Laagste temperaturen in grote delen van Brabant, vlak bij zee en in het noorden bleef het kwik wat hoger. Uiteindelijk liepen de temperaturen vanmiddag op en zagen we wolkenvelden overtrekken. Maar er was ook wel ruimte voor de zon, want de meeste wolken die we zagen, dat waren toch echt sluierwolken. Dik waren de wolken dus niet, het bleef ook droog. En voor vanavond zien we dat die bewolking vaak de overhand heeft. Af en toe zijn er een paar opklaringen, maar het blijft ook vanavond gewoon droog. Graad of 6 is het, er staat een vrij krachtige wind in de kustgebieden, landinwaarts is minder wind. En vannacht dalen de temperaturen in het oosten dan tot 1 graad of 2. Vorst aan de grond is daar dan mogelijk met nog een paar opklaringen. In de rest van het land overheersen wolken en liggen de minima tussen 3 en 5 graden. Aan het eind van de nacht zou er in Zeeland een eerste druppel kunnen vallen. En die regen breidt zich morgen overdag langzaam over het land uit. Hoewel, het oosten blijft hoofdzakelijk droog en dat geldt ook voor het zuiden. De neerslagkans is groter in het westen en zuidwesten van het land. Er blijft een stevige wind waaien uit een zuidoostelijke richting. Het noordoosten misschien nog een opklaring. Daar wordt het slechts 6 graden. In het midden en zuidwesten van het land is de graad of 8. Dan kijken wat de dagen daarna brengen. Donderdag dringt warme lucht op. Dat gaat gepaard met vrij veel wolken. Soms een spaarzame opklaring en van tijd tot tijd valt er regen. Maar kijk eens naar de temperatuur in het noordoosten. 7 graden, dat is niet zo speciaal. Maar die 12 graden in Zeeland is dat zeker wel. Een warme dag dus, ook vrijdag nog vrij hoge temperaturen, maar van het oosten en noordoosten uit zie je langzaam de koelere lucht terrein winnen. Dat is ook drogere lucht, zodat de zon meer ruimte krijgt. En zo zien we op zaterdag maximum temperaturen tussen 5 en 9 graden, met geregeld zon en de meest matige oostelijke wind. De temperatuur na zaterdag loopt nogal uiteen. Er is een grote onzekerheid. We zien temperaturen net onder de 10 graden als maximum. En tegelijkertijd zien we als maximum temperaturen die net boven het vriespunt liggen. Nou, zulke grote onzekerheden, dan moet je eigenlijk geen uitspraak willen doen. De strijd tussen winterweer en zacht weer vindt eigenlijk in onze omgeving plaats. En we moeten nog afwachten hoe het uiteindelijk gaat uitpakken. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.